opvallend mooie plek. Kun je er iets over vertellen snel? Ik heb je niet helemaal begrepen, maar gisteren was het heel plezant. En vandaag kondigt het zich beter aan, want ik sta helemaal vooraan. Dus een goede start en dan de banden een beetje proberen te sparen. Het zal een beetje afhangen van de jonge man achter mij, hoe de koers verloopt, denk ik. Uitstekend, dankjewel. Veel succes. Gisteren achterstand ingelopen. Je staat gelijk met Roger. Wat is het plan voor vandaag? Het plan is, we staan gelijke punten in het kampioenschap. Dus het is heel belangrijk dat we ons nu dat we geen gekke dingen gaan doen, maar natuurlijk wel het beste uit de koers halen. Het is natuurlijk heel belangrijk dat we deze koers natuurlijk uit gaan rijden. Op safe dus? Ja, safe. Ik kom nu altijd voor te racen, dus we zullen wel zien wat er gebeurt. Succes. Dank je. En wij gaan zo dadelijk beginnen aan de wedstrijd, formatieronde. De formatieronde en de Porsche 991 GT3 Cup lijsten op. Het is Koen Wouters die op pole staat. Hij heeft die pole geërfd eigenlijk van zijn teamgenoot Alexandre Jouanem, de Fransman. De Fransman die in Nederland woont en studeert. Heeft gisteren een startongeval gehad en de auto van DVB Racing is niet tijdig kunnen hersteld worden. Jammer genoeg dus geen Alexandre Jouanem, de snelle Fransman. Wel Koen Wouters voor DVB Racing op pole. En daar trekt het hele veld Porsche 991 en ook Porsche 997, want we hebben een aantal gastrijders uit Turkije die onder de banner rijden eigenlijk van GO Motorsport by DBB Racing. Het zijn de heren achteraan op het veld met de oudere generatie van de Porsche. Porsche goede 400 pk, achterwiel aangedreven wagen met de klassieke ligging van de motor achteraan. Klassieke ontwerp, u kent het wel, de Porsche 911. En we gaan hier een rondje Zandvoort doen achter de leading car, de nieuwe Porsche Cayman, de rode Porsche Cayman, model 718, die zo net is voorgesteld door de Porsche. De auto's warmen op, warmen de banden op, warmen de remmen op. We zijn klaar voor een sprintwedstrijd van een half uur, 30 minuten. Gewoon 30 minuten, geen 30 minuten in een ronde, geen pitstops, geen gedoe, geen balance of performance, geen rijderswissel, gewoon trappen van de eerste meter tot de laatste meter. Gaan we kijken wie deze tweede wedstrijd op van de finale race is, wie die op zijn naam gaat schrijven. Wouters vooraan, laat even het gat in de formatie lopen, daar ziet u uiteraard de Cayman, de leading car, Wouters, dus de startgrid. Dylan Derdalen in zijn zog. Dan onze Duitse vriend Stefan Reko. Roger Krauwels met de grijspaarden. En het hele veld achter hem aan. Hier 17, dat is vandaag Mulders. En niet de sterke man van gisteren, een hele mooie wedstrijdrit. In eerste instantie won, maar werd bijgestuurd vanwege een foutje onder 70 jaar. En nu eindigde mooi nog op het podium. Deugen er vandaag dus niet bij. Hier overlopen we de startgrid, dus Koen Wouters, Derdalen, Reko Grauwens van de Grijspaarden, John de Wilde, revelatie van het seizoen, de Belg, de Oost-Vlaming, Joran Schmidt staat, de Duitse vriend ook, heel snel, Wim Mulders en Pierre Piron, dat zijn de eerste negen van het veld, Hans Fabri, Schenk Seysekar, Yves Noël, Jadel Oskan, Sengis, August Kaan en Alexandre Jouanem. Dat hebben we gezegd, die neemt de start niet. Staat wel opgelijst, maar start dus niet in deze wedstrijd. De schade na de crash bij de start bij Alexander was te belangrijk, was te bepalend om hier vandaag nog aan de start te verschijnen. Porsche, Wouters opnieuw door het beeld, uiteraard de man van de bekende Belgische popgroep Clouseau. TV-personality ook in België, Vlaanderen, ook bekend in Nederland, van Russische vrouwen onder meer. En hij is best sneller in de Porsche. Hij zou graag een mooi resultaat hier opnieuw rijden. Koen heeft een beetje een moeilijk eerste deel van het seizoen gekend in de Porsche GT3 Cup Challenge Benelux 2016. Een eerste deel van het seizoen, de eerste vier meetings, gedomineerd wordt zeg maar, door Roger Grauwens, de endurance-man uit Limburg. En zijn tegenpool, ook een Limburger, Dylan Derdalen, de man die razendsnel is in de Porsche, maar hier en daar een steekje liet vallen. Daar waar Roger Grauwens in alle wedstrijden punten wist te scoren tot nu toe. Ook gisteren opnieuw, vandaag in Zeker stand. Drie wedstrijden van het einde, eentje hier in Zandvoort en twee
de partner van Noord-Zuid-Frankrijk tussen Marseille en Paul Ricard. Noordzee, daar achter de duinen. En we maken ons op voor de start. Korte procedure. Het veld schuift aan, gaat in de box staan. De toebehorende box. Start is heel belangrijk. Te veel aan wielspin voorkomen. Stefan Rekhoff had dat gisteren. En daar komt de laatste wagen bijna tot stilstand. We gaan de man met de vlag zien. De medical car die aansluit. 30 minuten. Daar is de man met de groene vlag. En dan gaan de lichten aan en uit voor de tweede wedstrijd van het weekend van de Porsche GT3 Cup Challenge. Rood en we zijn nu vertrokken. Hele goede start van Koen Wouters. Dylan Dertalen is ook goed weg. Roger Grauwens maakt daar een goede start. En het hele veld. Dylan zet zich naast Koen. Dylan gaat naast Koen. Dylan gaat naast Koen. Richting de Tarzan. Koen blijft aan de buitenkant. Houdt mooi. Ja, ja. Wouters verzet zich tegen de aanval. Maar nu gaat Dertalen toch langs. Wouters gaat even aan de onderkant van de zijde. Maar Wouters blijft gewoon langs. Geeft niet af. En hij houdt de leiding. Mooie, mooie, mooie eerste meters van Koen Wouters. En ook Dylan Dertalen. Roger Grauwens is opgeschoven naar 3. In de komst zeg maar van de Porsche van Dylan Dertalen. De twee leiders in het kampioenschap, Stefan Rekhoff, maakt zich klaar voor een aanval. De vrouw is dan voor de Pirot, midden van de grijspaden in het hele veld. De schuiving mee wordt door Hans Fabry, sluit de rangen. De race aan de Porsche. Dertalen schuift mee met een klein gaatje dan tot Roger Grauwens, die zelf aangaf maar niet zo'n wedstrijd hebben gehad. Rustig in vierde plaatsen, brand te slepen op de nodige punten. Daar wordt stevig in de ankers gegaan. Pierre Piron, die daar wat schuif en trekwerk verricht met de Porsche, houdt het gat voor dicht voor Menno van de Grijspaarden, GP Elite. Menno van de Grijspaarden is een van die producten van GP Elite en ook een van de revelaties van het seizoen. Rekhoff probeert opnieuw bij onze vriend Roger Grauwens. Daar gaat het hele veld voorbij. Hier de crew van Belgium Racing. Die toekijken hoe Dylan Dertalen eigenlijk heel dicht volgt op Koen Wouters. De twee lijken het gaten te slaan. Het hele veld beëindigt zo goed als de eerste ronde. Voilà, daar hebben ze gehad. Koen Wouters gaat nog steeds aan de leiding. Dertalen gaat er langs. Grauwens, Rekhoff, Piron, Menno van de Grijspaarden, Jeroen Schmidt-Stade, John de Wilde. En daar gaat Koen Wouters van de baan! Het is niet waar! Koen Wouters schuift van de baan op deze verraderlijke piste van Zandvoort. De muur in en de wagen rookt. Ik denk dat we ons moeten opmaken in ieder geval voor een gele vlagsituatie, zo niet voor een safety car. Dylan Dertalen heeft de leiding van de wedstrijd genomen, gevolgd door Roger Grauwens en uiteraard Stefan Rekhoff. Hoe jammer voor Koen Wouters. Anderhalve ronde mooi aan de leiding hier. Wist Dylan Dertalen af te houden. Maar daar loopt het dus mis. Het veld race voorlopig verder. Geen spoor en daar gaat de medical car eruit. De safety car gaat de baan op. Dan gaan we eens even kijken wat er gebeurde. Koen verremt zich, de auto breekt achteraan uit. Ja, het is een Porsche, hè. En hij gaat hard de muur in. Wat een rampweekend voor DVB Racing. Eerst gisteren Alexander Joannet en nu Koen Wouters. Wat een dramatisch weekend voor het team van Dieter van Beneden uit Willebroek. Tweemaal pole. Hier zelfs de eerste rij met Joannet en Wouters. Joannet die moet afzeggen. Wouters die de leiding neemt en dan opgeeft na anderhalve ronde. Dylan Dertalen gaat het zocht opzoeken van de safety car. En daar zien we Koen wandelen. Ja. Back home. Terug naar Heffen in Mechelen. Dylan Dertalen. Met de rest van het veld. We krijgen nu een rechtstreeks duel tussen Dertalen en Roger Grauwens op de leiding. Twee leiders ook in het kampioenschap met Rekhoff, Piron, Menno van de Grijspaarden. Ze volgen allemaal op netjes op het wind.
Daar gaan ze voorbij aan de plek waar Koen Wouters van de baan is gegaan. Ja. Rescuewagen, marshals, onze belangrijke autosport uiteraard. Ze doen hun werk en ze gaan zo trachten zo snel mogelijk die auto weg te krijgen. Safety car dus met nog 25 minuten te gaan. Dit is een neutralisatie van de wedstrijd. Dat betekent dat er niet mag ingehaald worden. De snelheid van de leidende wagen, de safety car, moet aangehouden worden. En daar, ja, behoorlijk schade aan die wagen. Achter, rechts, hele ophanging krom. Loopt op. Dit is een dramatisch weekend voor de mechanic. Het zijn mensen zo hard gewerkt om de dubbele pool. Allemaal zo mooi gisteren, de kwalificatie van de regering. Dubbele pool gepakt, eerste rij van de tweede wedstrijd met Alexander Maassen. Het zag er zo goed uit. Het is eigenlijk dramatisch. Achter die auto's die behoorlijke haren op de huisselen. Ik denk dat we iets opmaken van Vista. De leidende wagen heeft zijn lamp uitgedaan. Mocht hij verdienen, de grootste dat ding. Ja, goed. Het kan ook een probleem van auto zijn. Het breekt eigenaardig uit. Dillen er dadelijk nog wat tempo moet aangeven, maar zeker niet vroeger zoals gisteren door de Van Hoven. Vroeger binnenkomen dan 70 jaar, hij doet dat niet. Hij geeft de tempo zeer goed aan. We gaan die laatste rechtse voor het start-finish gaan we uit en hij moet nu het tempo verhogen. Ter dadelijk moeten we het juiste moment dat tempo verhogen. Achteraan wordt al een beetje ingehaald. Niet door geel, dat is wat vreemd. En we zijn toch vertrokken. Tweede keer start eigenlijk. Ter Dale, Grauwels, Reekhoff, Pirol, van de Grijspaarden, John de Wilde, Mulders, Schmidt-Stade. En daar is de auto vertraagd. Dat is de auto van John de Wilde. 37, nummer 37. Die vertraagt plots. Heel even opvolgen. Dat is een Belg voor een Nederlander en een Duitser. Pierre Pirol. Grijspaarden, Schmidt-Stade. Altijd de hekken sluiten op de Frans van 3. Dat is een mooie progressie gemaakt in het seizoen. Nu komen we ook een autosport. Een Porsche Cup van de laatste wedstrijd van vorig jaar. Schmidt-Stade onder druk van Wim Mulders. De Mulders zet zich gewoon naast met de 17 en gaat voorbij aan de Duitsers. Straat gewicht, daar zien we John Wille die zijn weg terugbaant. Die is wel op de nummer 6, onze Turkse vrienden. De eer van de UWB racing die de boot houden. Daar is een gras even gaan opzoeken. Het wordt hard gebakken rijdt hier. Van wel, zet zich er langs. Kan de Franse gentleman rijden? Ja, hij gaat voorbij aan het nummer 269. En dat is onze vriend Jadel Oskan. Onze vriend Mulders hier, die langzaam wegrijdt van Schmidt-Stade. Ter Dale, die heeft het gaatje op het duo Grauwels Reekhoff. En dan hebben we een tweede duo, Piro en Van Grijspaarden. Reekhoff zet de aanval in, zet zich ernaast. Maar iets te laat, iets te weinig zou ik zeggen. Grauwels die ja, weet dat hij eigenlijk de pure snelheid net niet aan moet kunnen. Ter Dale kan. Moet dus voor de punten gaan, want het gat zo klein mogelijk gaan in het kampioenschap. Dat we nu van de twee heren de eerste ingehaald zouden kennen in de resterende drie wedstrijden. Dus deze en de twee in Frankrijk. Maar die mag het eigenlijk wel. Volgende, wel tussen
Vlaamse Limburger woont in België. Hij zet zich aan de binnenzijde. Trouwens, doet de deur dicht. Dat netjes. Die rol van de grijspaar trachten de aansluiting te behouden. Terwijl Hinderdouwer langzaam het gat trekt. Zodat de Vlaanderen zeggen: hè? Huerta heeft geen contact. Het zou toch sneu zijn in een gevecht in de tweede plaats hier dan trouwens. Kassel de kampioenschap hypothekeert. Hoe dan ook, Dullenderdalen weer aan de startfinish voorbij. Vrouwens, Rekker, Dion, een van de grijspaarden. Dat is de top 5, de wedstrijd op dit moment. Oh, en daarmee Turkse vrienden van de VVB Racing. Ja, en dit is een tweede safety car, mensen. Dat mag u opschrijven. Dat gaan we nu noteren. Safety car gaat de tweede keer uitkomen. Een behoorlijke klapper tussen twee Turkse vrienden. Daar zal straks een aardig woordje over gepraat worden. Hoe is dit mogelijk? Nummer 269 en nummer 270. Zeg eens, Augustin en Jadel Oskan, die zijn kwijt. We gaan toch even kijken hoe het de vriend collega is. Behoorlijke klappen weer al. Ik denk dat we het goed opmaken in de tweede safety car. Steven Stichelbout, de man drijvende kracht achter de cup. Daar gaan twee Turkse vrienden gaan we heel even in slow motion bekijken. Geen slow motion, jammer, krijg van de regie door. Heel jammer, want dit is ook een behoorlijke klapper bij het aansnijden van de rechte lijnstap. De heren kijken op de bus naar hun auto's. Weggesleept worden. Even afwachten of we met een behoorlijk kolen geel blijven of met een safety car gaan te maken hebben. In ieder geval, een hoop schade in de regio. Wat een triest weekend voor iemand. Ja, en ik kwam links en jij kwam rechts. En door motorsport. De heren zijn van plan om volgend jaar het hele Benelux-kampioenschap te rijden. Dat is de hele groen van de Porsche Challenge. En inderdaad, daar zit nu de zwarte auto die het veld staat op te wachten. Dus halverwege kregen we heel even weer pauze eigenlijk. Safety car procedure, waardoor het hele veld weer samenplooit. Een soort van harmonica effect. Uit elkaar, in elkaar, uit elkaar, in elkaar. Daar schrijft het veld uit bij de 70 jaar. Ja. Tweede zware klappen in onze wedstrijd. Max en Zeebergen. Tussenstand op Dalen, Vrouwens en Eekhoff. Dat hebben we uiteraard. Dat zien we ook. Bijvoorbeeld door Tino van de Grijspaarden. En Mulders. Op zesde. Schmidt staat zevende. Rudel de achtste. Zij is elkaar op de negende plaats. Drie auto's zijn al kwijtgeraakt, gerund eigenlijk door het team. Ja, heerlijk. Wat zeg je dan? Piste proper maken, zodat we er geen brokstukken op de piste blijven liggen. Eén auto is al verdwenen. Met op elkaar die wat eigenaardige beweging gemaakt en de pit lane induikt. Halverwege de wedstrijd dus en op 17 jaar voor de tweede keer is er ook eenmaal 17 jaar met een toch wel een eigenheid aan cuprace.
heel even kort samenvatten. De race met allemaal dezelfde auto's. Geen gedoe met strafpunten, geen gedoe met straftijden, geen gedoe met strafgewicht, geen gedoe met de balans van performance, geen strategie, geen rijbesluit. Nee, we stappen in, neemt het stuur, allemaal hetzelfde materiaal. En degene die het best kan rijden, wint. Dat is de ongelooflijk mooie filosofie van Cup Racing in onze vriend. Daarom dat we uit die wedstrijd met Porsche 911 een hele hoop opgenoten hebben. Dus voor de winnaars allemaal. Ook voor Porsche, mensen die het vak geleerd hebben. Denk maar aan Nick Tandy, de Brit, die het vak leert in die Porsche Cup. En dan eigenlijk verder groeit in GT-race, in Pro-Coupe-race. Dit moet ook de droom kunnen zijn van een Belgische of een Nederlandse jongen die volgend jaar zou kunnen instappen zien in deze Porsche Cup. Dromen van je weg te maken in de autosport, maar van werken als Porsche, niet als van werken als Porsche, moet fantastisch zijn. Dit is en we gaan de safety car in this lap hebben. En dat zien we aan het ritme van Dylan der Dalen. Die vertraagt nu, die geeft zijn eigen ritme aan. Die wacht tot die safety car over de pitstop uit de pitlijn is. En hij versnelt. Oh, kijk, Dylan doet dat heel goed. Hè. Dylan doet dat supergoed. Roger lag heel even te pitten in de auto. Dan krijg je zo'n hoop auto's erachter. En Dylan is weg. Die heeft het gat gemaakt. Die kan hij gaan controleren eigenlijk. Voor 15 minuten controle. En Roger Graus verremt zich grandioos in de Tarzan. Ziet nu Dreek of naast zich aansluiten. Moet het gat dicht houden. Op koude banden. Want die banden kunnen natuurlijk gaan. Die druk neemt af op die banden. Tijdens die 2-3 ronde safety car. Het is een gevaarlijk moment die restart. Maar hij houdt. Graus houdt de tweede plaats vast. En hij moet weg. Heel veel op een lint en dat is ook een goede race. Geen grote verschillen, allemaal hetzelfde materiaal. Dit is de rijder die het verschil maakt. Die rode inwoner gaat ook aan, maar dat is een regen, lijkt het mij. Een goede groep lijkt het vandaag. Regen, of dat is dat zijn. Het is droog in zijn vorm, maar die is in vorm. Dat zijn wij. En dan van de grijspaard probeert aan te haken dat als weer Mulders in plaats van verloren heeft, lijkt het mij. Mulders is zijn zesde plaats kwijt. Die moet Porsche naar het moment. Ja. Dreek, die moet nu gaan aanvallen en verdedigen tegelijkertijd. Dus voor hem rijdt Graus, achter hem rijdt Pirol. Je zit daartussen en ja, kijk, kan ik mee met de man voor mij, maar ik moet ook de man achter mij. Mooi gevecht voor de tweede, derde, vierde, vijfde plaats. Mooi gevecht daar inderdaad. Daar zien we Schmidt staan. Die raakt Mulders. Die raakt tweede auto's blijven op de piste. Er zit zich een Turk naast hem. De ontspoor blijven de vriend. Van de drie jongens die gestart zijn. Het is Senk die voorbij gaat aan Schmidt staan. Dat betekent dat John de Wilde ook terug aan het opschuiven is. John de Wilde is terug aan het opschuiven in de richting en over de grijze baan. Onderlicht 6. Checklicht. Daarachter. 0, 7. Checklicht. 8. Schmidt Stade. Noël en Fabrie. De is lonesome walking. Wow, een prachtige headstart. Heel goed gedaan. Zo moet het ook. Hè. Dat tempo laten zakken. En dat alles versnellen. En als rest. Ja, even niet met de weg. En als je het stadig wil natuurlijk de plaats terug goed maken op onze vriend Cenk Sejsaika. En hij doet dat ook gaan aan de binnenzijde voorbij aan de BMW-auto. De helft van de klom. Fabri en Noël op de plaats van 10 en 11 nog steeds in gevecht. Hele mooie auto, die auto van Race Art. Dat grijs is. En daar is Noël geremd. Ja! Wow! Die keihard in de auto van Fabri in de piste wordt opgeklapt. En we hebben weer een safety car. We hadden weer een safety car met Fabri hier. Oh, we hebben weer een hoop schade. Meer een hoop schade.
een heel groot carrosseriebedrijf. En, ja. Het Fabri, die weet niet hoe laat het is. Ja, die hebben van de mensen. Het aangekomen die dan ja, die doos van de Porsche. Toch wel heel jammer dat we de derde keer in de gaten hebben. Dit kon wel een hele lange sprint worden onder de safety car van deze. Want in die 9 minuten, twee auto's moeten heel snel weggestaan zijn. En over de safety car verder laten gaan. In dat gaan we niet met de safety car. Gaat wel even duren hoor. Want, dit moet opgeruimd worden. Ik hoop dat we nog een restart krijgen. Dat moet heel even doen. Dan komt het peloton terug de rechte lijn op de talen. Boos, alles, leek op. Die loopt niet zo erg. Heel erg. Afsluit. Nog 6 minuten 58 seconden te gaan, maar rijden zoals gezegd voor de derde maal vandaag achter de safety car. Drie incidenten al, drie race-incidenten. Koen Wouters, dan onze twee Turkse vrienden, dan Fabri en Noël. We zien waarom dat de koelvloes toch wel die aangekomen is van Koen Wouters. En de mensen van Marshalls doen dat heel goed, leggen daar een soort van zand cement op om dat natte, gladde effect uit te wissen. Om te voorkomen dat nog iemand zich daar zou, ja, zou in de fout gaan. Der Dalen hier in het team van zijn vader. En hij rijdt op de auto, maar eens kijken op de linker achtervleugel aan de linker achterwiel. Daar staat een eerbetoon aan Jan. Dat is een hele trouwe medewerker van het team van Belgium Racing. Kort geleden overleden is. En Dylan, heel betrokken daarbij, ook heel attent. Wijst naar Jan en naar alles wat hij voor Belgium Racing gedaan heeft. Daar gaan we met de plateau, zoals we dat in Vlaanderen zeggen. De auto Porsche gaan we die optakelen. Geen mogelijkheid meer om die auto rondweg te krijgen, want de rechter voorwielen, de linker voorwielen, zijn aardig toegetakeld. En daar het team van Dylan der Dalen, Belgium Racing. En zij geven de informatie aan Dylan. Gaan Dylan waarschijnlijk vertellen dat het heel kort zal zijn dat we nog gaan racen als er voor is rond. Nee, niet de voorkant. Mooi zicht op dat circuitpark van Zandvoort hier aan de Noordzee in de Duinen, in de buurt van Amsterdam. Mooi circuit, dat is de oude Roma. Grillbakken, geen circuit waar je zomaar kilometers asfalt naast een fout kan maken. Nee, Zandvoort maak je een fout, dan ga je een kaf. Ik ben ook op de finale deze zin.
meer samengesteld. Dit plaatje is een typische autosportdag. Het publiek geniet iets minder nu van de safety car, maar daarvoor ja, toch wel een intense wedstrijd op de Porsche. Clubstructuren zitten. Uiteraard zeer belangrijk met sponsors. Vangst van de mensen. En daar hebben we terug voor de drie mentale bijlers. Leker, Rijspaard, Wilder, Wilders. John de Wilde, Oostvaarse regulatie van het seizoen. Samen met middel van de Grijspaarden hier bij de zesde wedstrijd. De man komt uit de BGDC, dat de Belgian Gentleman Drivers Club, een soort van lokale instapcompetitie. En maakte de sprong meteen naar de Porsche Cup. En daar eigenlijk zeggen, volgens John, een heel leuk artikel in de krant. Hij kreeg vandaag geïnteresseerd en zich enorm gedaan. Net zoals het merendeel van de rijders, denk ik. Zweden is goed, Zweden is Porsche, dit is goed, dit is leuk. Het is natuurlijk iets met de extra vrienden. Monster schade. Daar staan onze twee Turkse vrienden na te keuvelen. De deuren zijn van kabelfiber. Ja, ja, maar ook beter straks op de schaamans. Nog 2 minuten en een half en ik denk dat de Turken zeggen, ja, maar niet voor een wedstrijd onder 70 jaar. Vader en zoon, dat is altijd leuk zo'n... misschien daar komt de truck met de auto van Yves Noël binnen. Ja, de safety car blijft uit. Er zijn nog 2 minuten 20 te gaan. En een ronde safety car is zo'n 2 minuten en een half, denk ik. Ik vrees een beetje dat we een finish op de safety car gaan krijgen. Dat betekent dat de dader wint voor Kramers en Piron. Aan het afwachten. Ook zou betekenen dat Dirk Dalen, die waarschijnlijk de snelste wedstrijd op zijn naam heeft staan, er ook een punt voor scoort, 2 punten meer heeft dan Kraus, dat hij na dit weekend 3 punten meer zou krijgen dan, zou tellen dan onze vriend Kraus. Dus Dirk Dalen die naar de leiding van het kampioenschap schuift, met een bonus van 3 punten op Kraus, als alles in het CSU uiteraard nog komt te halen. Maar het is een goede zaak, goed, maakt zijn achterstand goed, gebruikt hem een kleine voorsprong. En dan heeft de lichte van de safety car zijn uit. De vraag is natuurlijk, halen we het om binnen de tijd nog op de startfinish te komen? We hebben nog een goede minuut te gaan. De 10 uur nog. Misschien gaan we nog 1 ronde racen. De dame die nu inhoudt. Iedereen die aansluit. Ja, ik denk dat de 70 jaar het tempo optrekt om nog net onder die half uur grens te komen. 45 seconden nog. En vlak af na een half uur, dus het zal er allemaal een beetje van afhangen wanneer we op de startfinish komen. Nog 35 seconden. 30 seconden. Als de vraag of we nog gaan racen, we nog een ronde race krijgen. En we gaan een finish krijgen onder geel krijgen door van de regie. Dus dat betekent dat er niet meer gaat gereden worden. Dat de uitslag zal zijn wat de uitslag op dit moment is van de stand in de wedstrijd op dit moment. De dame voorop, Grauwels voor Tirol, voor Rekhoff, voor Van de Grijspaarden, De Wilde en zo verder. 5, 4, 3. Telt mee met ons, inderdaad, de wedstrijd is afgelopen. Dus de wedstrijd wordt afgebracht onder geel. Lichter op de 70 kaart zijn uitgevoerd en gereced. Myself on class, still a dare dial, I can't say it's
wedstrijd onder geel. Jammer, echt spanning, maar moet natuurlijk wel oppassen dat hij ook correct over de finish komt. Want die safety car gaat nog heel even op de baan. Dit is een situatie. Dalen is zo goed als stilstaat. Het hele veld dat moet volgen. Dan krijgen we nog een spurtje van een paar honderd meter. Misschien tot aan de finish. Jawel, er wordt groen gegeven. Er wordt groen gegeven voor die laatste paar honderd meter. En wat is nu? Ja, Der Dalen heeft dat goed gezien. En die pakt de start-finish voor Grauwels en Pirot. Maar wie wordt er dan? En ik denk dat John de Wilde nog vierde is geworden. De wedstrijd is afgelopen. Hebben de heren dat begrepen? Een beetje vreemd einde hier. Ja, ik denk dat John de Wilde een hele mooie restart gemaakt heeft. En helemaal niet zeker of de dame door heeft van de wedstrijd afgelopen. Lukt Pirot niet? Pirot blijft aanklampen bij Der Dalen. Er staat wel finished op mijn scherm. En de rode vlag nu. Ja, rode vlag nu. Heel vreemd einde van deze wedstrijd. Dus heel even wachten op het juiste resultaat. Het is niet helemaal duidelijk. Maar ik denk dat er nog groen is gegeven van de laatste bocht tot de finish. Daar mocht nog gereisd worden. Groen, dat mag je inhalen. En onderweg, John de Wilde heeft dat heel goed begrepen. Die heeft nog een paar plaatsen goed gemaakt. Maar we zouden toch graag een officiële bevestiging hebben van deze uitslag. In ieder geval, de wedstrijd is afgelopen, dat is zeker. Het tempo van Der Dalen en Pirot moest er niet op. Dat is een zakkengang naar de finish. We gaan even terugkijken naar de finish. Gaan we even heel goed opletten. De man met in de cabine bovenaan zwaait met groen. Die Der Dalen stopt quasi op die piste. Versnelt dan. En we zien dan onder meer John de Wilde die rechts achteraan twee auto's uitduikt. En die daar Rekhoff en Van de Grijspaarden verrast terwijl de top 3 identiek blijft. De Wilde maakt dus een ongelooflijk goede restart. En het mag, want er werd groen gegeven. Dus winnaar van het laatste deel van de wedstrijd, de laatste 300 meter van de wedstrijd, John de Wilde. Daar gaan we nog een auto krijgen die op eigen kracht naar de pitlane terug mag. Een van de opgevers. Dan gaan we ons opmaken voor het podium in de volgende wedstrijd, denk ik, van deze finale race in Zandvoort. Ik hoop dat onze vriend begrepen heeft dat hij de pitlane in moet. Ja, dat lijkt mij toch. Een beetje een heel vreemd einde van de wedstrijd. In ieder geval, hoe dan ook, het was groen, voor zover ik heb gezien. Er is met groen gezwaaid, de laatste 300 meter tot start-finish kon er geraced worden. En het is heel even wachten op een uitslag, inderdaad, dat krijgen we nu. Het wordt bevestigd, John de Wilde vierde achter Pirot, Grauwels en de winnaar Der Dalen. Voor Rekhoff van de Grijpspaarden, Mulders, Jones van Staden en Senk Seisaka. Dat zijn er dan op de finish. De hele top 9 in 6,3 seconden. Beetje een fout beeld, maar het is wat cuprace is. Dicht bij elkaar finishen en lekker racen. In ieder geval, Der Dalen wint. Goeie zaak in het kampioenschap. Schuift naar plaats 1 met 3 punten bonus op Roger Grauwels. Pierre Pirot met een goede zaak in de derde in de wedstrijd. En John de Wilde, ja, die man heeft gewonnen. Ja, die heeft gewoon een lekker weekend achter de rug. Gisteren een mooie wedstrijd gereden. En vandaag de man van de laatste. Wie start eigenlijk zesde bij het uitkomen van de laatste bocht in de video. Ik denk dat we hierbij kunnen afsluiten. Wat de race betreft is misschien heel even wachten op het podium. Ja, in ieder geval is Der Dalen hier. Ik weet niet met zekerheid of we een podiuminterview gaan krijgen van Dylan Der Dalen. Derde, Grauwels tweede. De heren gaan naar het podium, Der Dalen hier, de winnaar. Felicitaties voor een wat vreemde wedstrijd. Even meegeven dat John de Wilde ook naar het podium moet.
er is een algemeen podium met deze drie heren en dan de Gentleman Cup. Ter Dale mag daar weggedacht worden. En dan krijg je als winnaar trouwens voor onze vriend Piron en John de Wilde het podium dus in de Gentleman Cup. Dylan, wat een race man. Je was goed weg met de start. Je had meteen de ruimte gepakt. Had je voor een andere bandenstrategie gekozen? Nee, dat denk ik niet. Het hele weekend zitten we al wat te sukkelen met onderstuur. Dus de auto kregen we op plaats. In de training was het eigenlijk super geweest. Daarna kregen we het niet meer goed. Ja, nu dan achter. Ik was voor Koen en achter Koen. En Koen maakte een foutje in de tweede, derde ronde. Ja, spijtig. Anders was het was spannend geweest. Nu was het iets minder spannend. Maar natuurlijk, we moeten aan het kampioenschap denken. Wat ging er mis met Koen? Hij remde zich hier in de Tarzanbocht zeker. En hij ging gewoon tegen de muur aan, ja, tegen de vangrail aan. Hij misremde zich, denk ik. Jammer, hè, want je had wel strijd met hem willen hebben. Ja, het was natuurlijk leuker geweest dan dat we nu zo'n beetje dat gat konden trekken met die safety cars. Dus ja, was er natuurlijk niet zoveel competitief deze race. Laatste weekend racen? Ja, we gaan nu naar Paul Ricard. Dus ja, we moeten gewoon voor het kampioenschap rijden. We zullen met de Fransen weer rijden. Dus het zal weer moeilijk zijn om mij in te houden voor niet mee met het pak te willen. Dus we zullen wel kijken. We komen om te racen natuurlijk. Veel succes, daar gaat het om. Dankjewel. Dylan Ter Dale, Belgium Racing, leider in het kampioenschap op naar Frankrijk. In het laatste weekend van oktober. Het laatste weekend. Roger, je had een zware wedstrijd, want je zag hem elke keer weglopen. Hoe voelt dat? Nou, weglopen. Het ging me eerder om wat gebeurt er achter me. Uiteraard strijden we voor het kampioenschap algemeen. Maar ja, een jongen van 25 en ik ben dubbel zo oud, dus dat wordt moeilijk. Het probleem was dat ik eigenlijk bij de tweede herstart had ik een flatspotje opgelopen. En dat baden we zenuwen. Dus ik was hartstikke blij met de derde pitstop, met de derde safety car. Dus ik heb alles heel moeten houden en finishen, punten pakken. Je liet je wel op het verkeerde been zetten bij het moment safety car, want het gat was meteen daar. Het gat was daar, ja. Ik had ook meer oog voor mijn achterstand dan mijn voorstander. En Dylan was continu het spelletje in spelen, gas erop, remmen. Ik moest bijna terug in de 1. Zelfs in de 1 moest ik een koppeling intrappen, dus het was zenuwbrekend. Ja. Wat van geleerd? Goh, dan leer je. Daar kun je wel denken van te leren, maar de volgende keer is anders. En dan moet je toch wel gewoon ja, vol gaan van daarvoor, ja. Oké, we gaan het podium, man. Gefeliciteerd. Dank je. Ik denk dat we hierbij kunnen afsluiten. De interviews van Roger Grauwels, winnaar in de Gentleman Cup en tweede algemeen. En Dylan Ter Dale natuurlijk algemeen winnaar gisteren en vandaag. Prachtig weekend voor Ter Dale. Twee keer ook de snelste ronde. Dus dikke puntenbuit voor de man uit het noorden van Limburg in België. En zo gaan wij, denk ik, terug naar de regie. En maken we ons op voor de volgende wedstrijd van het weekend. De tweede van de Europese GT4-serie. Bedankt voor uw aandacht. En wij hopen om u weer te zien op Paul Ricard. Zo, dames en heren, dan gaan wij beginnen met de huldiging. Wij gaan beginnen op het schavot, op een ereschavot. Op de derde plaats Pierre Piron. Op de tweede plaats Roger Grauwels. En de winnaar van vandaag, Dylan Ter Dale. En dan wil ik ook ervoor hebben de teammanager Jan Gabriels van Belgium Racing. En ter ere van de overwinning van Ter Dale gaan wij luisteren naar het Belgisch volkslied. Dames en heren, en de prijzen worden uitgereikt door Roland Kleven, algemeen directeur van het circuitpark Zandvoort. Roland, aan jou voor de nummer 3, Pierre Piron. En dat tevens voor de nummer 2, Roger Grauwels.
En dan die voor de winnaar, Dylan Derdalen. Ja. En de bijbehorende kussen. Dankjewel. En nog eentje, Roland, nog eentje voor de winning team manager. Ja, we houden de kurk op de fles, dat is heel goed initiatief. Gaan wij...